Congarilla, de naam klinkt precies wat het is. Het is een enorme percussiegigant featuring Nippy Noya en Raoul Rikov. Ja, er zitten nog meer mensen in de band. Maar wie die mensen zijn, daar kun je precies achterkomen als je de LP eventueel beluistert. Hoe zijn jullie aan elkaar gekomen? Dit was 3 jaar geleden begonnen. Toen was ik alleen. Ik zag Sonny Rollins spelen in zijn eentje. Toen dacht ik, ja, dat moet ik ook kunnen, dan 20 minuten lang. En toen is het mij dat eigenlijk een beetje gelukt. Toen nam ik Martin erbij, Martin Verdonk, daar staat hij. Ja. En toen op een gegeven moment toen zei onze manager, wat denk je van als we Raoul van Santana ook erbij nemen? Toen heb ik gezegd, nou, te gek, laat hem maar overkomen. En dan gaan we met z'n drieën op pad even kijken. Want als je pianoduo's en gitaarduo's kan hebben, of een hele symfonieorkest met 50 violen, waarom kunnen we niet met z'n drieën spelen? 3 percussionisten, want dat zijn muziekinstrumenten. Ja. En toen zijn we dat gedaan, eerste tournee. Tweede tournee, toen kwam Martin Verdonk met het idee om Loic van der Velde, een gitarist, verbonden met MIDI, om dat ook bij te nemen. Want ik zat in mijn hoofd met een keyboard, hè, dat mis ik nog. Raoul, you've been playing with Santana as well. I have to speak English to you. Yes, please. Sorry. How does it feel playing in Holland? Oh, I love it. Being able to play with Nappy and Martin and Loic is really a joy for me. It's a big difference from what I did with Santana, but this year is more of a challenge for me. Yeah. I heard you're going to make a big tour. Yeah, we're planning on going to Cuba and probably the Eastern Bloc and to England and all over Europe as well, Scandinavia.
Oké, dus als jullie Congarilla nog willen zien, volg hun tournee, luister naar hun LP. En dan gaan we nu kijken naar een filmpje van Alejandro Agresti. Een filmpje dat over hem gaat, althans.